Mediapark Jaarcongres te gast. Hans Bos van Microsoft. Ja. Wat doe je bij Microsoft? Werken. Dat is mooi. Ja, maar ik las dat je National Technology Officer bent. Wat is dat voor functie? Wat doe je in die rol? Dat is eigenlijk een ambassadeursachtige rol, omschrijf ik het meestal. Jullie kennen Microsoft waarschijnlijk een beetje. Nou, je weet, wij veranderen veel aan technologie. Wij veranderen veel of we maken veel mogelijk in de economie en maatschappij door technologie. En mijn rol probeert dat eigenlijk te overbruggen. Dus ik leg mensen vaak uit, of organisaties of medewerkers bij de overheid, wat de consequenties zijn of de mogelijkheden zijn van onze technologie. Dus ik zit meestal op het raakvlak van techniek en verandering in maatschappij en economie. Ja, doe je dat dan vooral is dat vooral interne focus? Want daar is denk ik ook een hoop te doen. Of is het puur evangeliseren buiten Microsoft zelf? Ja, het is niet alleen, het is buiten Microsoft. Want laat ik daarmee beginnen. Evangelisten. We hebben ook evangelisten, ja. Zo had je Martin Thirion, die deed geloof ik Silverlight. Ja. En zo op individuele producten heb je ook mensen die... Ja, nou, we zijn in de gelukkige omstandigheid dat Martin Thirion er nog steeds is inderdaad. En nog steeds enorm veel evangelisatie doet. Het verschil met zijn rol en mijn rol eigenlijk is dat Martin die werkt bijvoorbeeld vanuit wat wij aanbieden en probeert mensen uit te leggen hoe die technologie werkt. En ik vul dat eigenlijk aan met: als die technologie werkt, wat zijn dan de consequenties voor de economie bijvoorbeeld, of voor ondernemerschap, of voor cybersecurity, of voor de overheid? Kan de overheid zich anders inrichten door Martin zijn technologie goed te benutten bijvoorbeeld? Dus ik zit meer op de toepassing, zeg maar, en de impact. Ja. Hey, en je hebt hier al op het podium gestaan. Ja. We zijn hier op een media gebeuren. Ja. Welk punt heb jij hier gemaakt? Ja, één belangrijk punt, want dat zat me eigenlijk gelijk dwars. Gelukkig was ik hier op tijd, dus ik heb al die presentatie van vanochtend ook meegemaakt. En daar was de staatssecretaris en die vertelde een mooi verhaal inderdaad van zijn visie op de sector. En één ding triggerde mij, en ik weet niet zeker of hij het zo bedoeld heeft, maar zo kwam het over. Hij zei eigenlijk, we gaan onder de huidige economische omstandigheid moeten kiezen tussen kwantiteit en kwaliteit. En dan gaan we voor kwaliteit. En dat zat me dwars. Want juist die nieuwe technologie, waar jullie het ook zo vaak over hebben, die maakt het mogelijk dat je helemaal niet hoeft te kiezen. Juist die nieuwe technologie maakt co-creatie, participatie, veel betere compute, zeg maar, de total cost of economies van ICT. Juist die hele verandering maakt dat je niet hoeft te kiezen tussen kwantiteit en kwaliteit. Dus dat viel me gelijk op. Misschien heb ik daar iets te veel nadruk op gelegd net in mijn keynote, maar dat zat mij gelijk dwars. Ja. Ik wil niet kiezen, ik wil en kwaliteit en kwantiteit kunnen bieden. Ja, en wat waren verder de punten in je keynote die je hebt gemaakt? Nou, dat we toch een beetje reclame voor Microsoft ook gedaan en eigenlijk uitgelegd dat we als Microsoft vooral een platform willen zijn. Een platform voor de creativiteit van vooral ook de Nederlandse sector. We staan er goed voor als Nederlandse sector. We hebben een goede infrastructuur, technische infrastructuur, maar we hebben ook een goede creatieve infrastructuur in Nederland. En ik heb gepositioneerd dat wij als Microsoft daar vooral een platform voor willen bieden en zijn. Aan twee kanten eigenlijk. Aan de achterkant, dus voor het genereren van content, voor het genereren van wat vanmorgen werd genoemd ook stories en storytelling. Dus aan de achterkant, maar ook aan de voorkant. We willen ook aan de voorkant zitten en een goed platform zijn voor de distributie, voor de toegang tot die content. Met devices, maar ook met bijvoorbeeld weer cloud services en dat soort dingen. Ja, jullie doen ook vrij veel in het helpen van start-ups, technologie-start-ups. Zeker. Soms door het leveren van faciliteiten, soms door de clouddiensten met korting aan te bieden. Ja. Kun je iets meer over dat programma vertellen en hoe dat loopt? Ja, nou, dan begin ik even bij een paraplu verhaal, zeg maar, over het hele domein. En dat komt er eigenlijk op neer dat door de technologie die we nu bieden, en meestal wordt cloud computing daar als voorbeeld genoemd, maar er zijn er meer. Door die technologie die we bieden, wordt de drempel om te ondernemen lager. Je kent die prachtige kreten van cloud, we gaan van capital expense naar operational expense. Je kent de hele discussie van venture capitalists, wiens eerste vraag is: wat is uw businessmodel, welke kosten gaat u maken, wat gaat u investeren in IT? En dat hebben we veranderd. Die initiële investering om ondernemer te worden is bijna nul. Nou, en dat betekent eigenlijk ook dat wij veel directer die potentiële ondernemers, of al bestaande ondernemers, toegang kunnen bieden tot een markt. Kunnen helpen inderdaad met uitgroeien tot een BV, tot een onderneming eigenlijk. Dus wat we vooral doen in die context, bij Microsoft heet het dan bijvoorbeeld programma's als BizSpark. Ja. Wat we vooral doen bij BizSpark en DreamSpark en YouthSpark zelfs. We beginnen al op lagere scholen eigenlijk met mensen bewust te maken van ICT. Dat doen we dan natuurlijk platform- en technologie neutraal. Maar bewustzijn van digitale technologie is heel belangrijk. En je merkt in de middenfase tussen basisschool en universiteit, zou je haast zeggen, dat we meestal mensen opleiden tot werknemer.
dat is een ander ding wat me dwars zit. Ja. Ik vind het zonde. Je moet eigenlijk mensen de keuze geven van wil je opgeleid worden voor werknemer of wil je opgeleid worden voor ondernemer? Of kun je beide zijn, wat dan ook, maar het moet beter in balans. Dus dat is de paraplu erachter. Microsoft biedt technologie waardoor de drempel om ondernemer te worden lager wordt. En we nemen vervolgens de verantwoordelijkheid om dat ook in Nederland duidelijk te maken en te helpen en te begeleiden. Ja. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met onze partners. Oké, concurreer je op dat punt met Amazon, met Amazon Web Services, die natuurlijk ook heel veel investeren in start-ups en vooral altijd beginnen met hun clouddiensten voor een periode gratis ter beschikking te stellen? Nou, ik positioneer dat liever twee hoeken op. Wij concurreren uiteraard met andere cloud service providers. Wij concurreren uiteraard op producten, wij concurreren uiteraard op diensten die aangeboden worden uit de cloud bijvoorbeeld. Maar we staan er samen voor in de sector. Om te zorgen inderdaad dat we meer ondernemerschap, dat we die dynamiek op gang krijgen. Dus als je zegt concurreer je met Amazon om mensen digitaal vaardig, digitaal bewust ondernemer te maken. Dan zeg ik nee, we werken samen, dat is een gezamenlijk belang die we daar hebben. Maar we concurreren heel hard en we denken dat we daar een betere positie hebben dan Amazon. Uiteraard. Of producten en niet. Ja. Hey, en als je kijkt naar even specifieker naar media, video is hier natuurlijk een heel belangrijk ding. Ja. Jullie een nieuwe Xbox recent aangekondigd. Gaat heel erg in, wordt echt heel erg een mediaspeler. Veel meer dan het in het verleden was het echt een game. Ja, dat hoor ik vaker. Maar kun jij mij nog uitleggen wat het verschil is? Media, gaming? Nou, filmpjes kijken is al iets anders dan... Het loopt zo door elkaar inmiddels. Nee, daar zijn we het over eens. Maar de meeste mensen, weet je wel, lineaire televisie is nog steeds heel groot. Ja. En dat zat vroeger niet op de Xbox. Dus laten we het nou eventjes, weet je wel, het heel concreet maken. Het blendt, het loopt door elkaar. Ja. En dat zie je terug in de Xbox. Dus de Xbox is inderdaad het centrum eigenlijk. Hè. We positioneren dan graag het centrum in je woonkamer. Maar ik weet niet hoe het bij jullie thuis is. Bij mij staan er twee. Er staat er inderdaad eentje in de woonkamer. Maar er staat er ook eentje boven zeg maar, op de speelkamer bij de kinderen. Mm-hmm. Maar we willen het centrum zijn in de woonkamer voor die entertainment. En of die entertainment dan inderdaad on-demand videostreams is. Live videostreams. Of dat die entertainment gaming is. Of interactieve gaming. Of dat het inderdaad inmiddels, zoals nu bij de Xbox al kan, browsing is op internet. Skype. Het centrum in de woonkamer. Goed, jullie zijn dus eigenlijk de ideale partij om te vragen hoe dat mediagebruik zich ontwikkelt. Want jullie zien middels het gebruik aan je apparaten wat er aan de hand is. Welke belangrijke ontwikkelingen zie jij daar? Nou, een van de hoofdzaken die ik zie en waar ik erg blij mee ben, omdat ik denk dat het nog heel veel voordelen kan brengen en heel veel dynamiek kan brengen, is dat, even zwart-wit gezegd, het is natuurlijk in de praktijk ook al niet meer zo zwart-wit, het is niet meer een kwestie van zenden. Het is niet meer een kwestie van vraag-aanbod. Het is een kwestie van co-creatie. Ik denk dat we nu nog in een fase zitten dat we zijn verschoven zeg maar, van consumeren en aanbieden. En we zitten nu in de fase van participeren. U biedt mij iets aan en ik kan daar samen kan ik er iets in veranderen en configureren en bewegen. Dat kan bij gaming al, we hebben wat interactieve televisiemogelijkheden. We participeren in wat jij bedacht hebt. En we gaan toe, en dat is de grootste trend en de grootste verandering in de sector, naar co-creatie. Wat als je als creatieve geest een platform biedt waar al je deelnemers uitnodigt eigenlijk om daar alles in te veranderen. Volgorde te veranderen, het ontwerp te veranderen, de toegang tot devices te veranderen. Wat als je slechts het creatieve platform biedt? En dat is de grootste uitdaging, denk ik. En in mijn invalshoek als technology officer bijvoorbeeld, vertaalt zich dat ook naar dialogen over bandbreedte in de Nederlandse infrastructuur. Jullie hebben ook een internetaansluiting thuis, meerdere waarschijnlijk. En als je daar ik heb wel een backup, ja. Nou, kijk, als je specs kijkt van je internetprovider, dan zie je dat je bijvoorbeeld, in mijn geval, ik heb 120 mbps download. Ja. En ik geloof iets van 30 of 40 hooguit upload. Nou, dan heb je al veel. Ja. Normaal, je krijgt dat, bij 60 mbit down bij je PC, krijg je 4,5 mbit up. Ja. Maar wat je gaat zien, is dat gaat veranderen. Ja. En het zal veel en veel meer in balans gaan komen. Dus wat de grootste verandering eigenlijk is, hè, we zien cijfers, we zien trends, we zien technologie, we zien beweging. Wat de grootste verandering gaat zijn, is dat bij wijze van spreken de down en de upload allebei naar 120 moet gaan. Ja. En dat is co-creatie. Ja, omdat je net zoveel toevoegt als dat je eraf haalt. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. 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 En denk jij dat mensen dat ook zeg maar, massaal willen gaan doen? Is de mens uiteindelijk ook niet een lui wezen wat vermaakt wil worden? Nou, en dan ben ik altijd blij dat het een keuze is. Want ik ben met je eens. Natuurlijk, niet iedereen wil dat. Ik wil graag uitgenodigd worden, absoluut. Maar ik wil ook graag zelf de keuze kunnen maken of ik wil deelnemen.
En die ruimte, denk ik, zal altijd blijven bestaan. Dus ja, absoluut, en, het is en een keuze. Als je hier op het Mediapark Jaarcongres bent, het is natuurlijk toch de televisiewereld die hier bij elkaar komt, vanuit alle invalshoeken. Ja, maar televisie is net het als loopt, net, hè? Het loopt door elkaar, ik ben het met je eens, maar je ziet toch nog wel dat het grootste gedeelte van de tijd van de consumenten, en dat blijft voorlopig ook nog wel zo, gaat gewoon naar het kijken van een programma, een serie. Dat gaan ze steeds minder lineair doen en steeds meer on-demand. Ja, precies. Maar dat is nog natuurlijk heel ver af van wat jij zegt. Hè? Nee, ik denk niet dat het heel ver is. Als ik gewoon 10 afleveringen van Borgen wil kijken, wat dat nou met co-creatie te maken heeft, dat weet ik niet helemaal. Nog niks. Maar wel, als Borgen is nu bij seizoen 3, hè? Als Borgen bij seizoen 4... Ja, ik ben vier, al mee klaar, maar... Maar bij seizoen 4 zou het leuk zijn als jij het plot kan bijsturen. En sterker nog, het zou nog leuker zijn als jij heel ver plot, weg nog gehad. Dat is ver weg. Maar we bieden daar alvast de platformen voor. Ja, daar zijn jullie klaar voor. Wij zijn als platform daar klaar voor, om de ruimte te geven aan die creativiteit. En wat bedoel je daar dan mee? Wij zijn daar klaar voor. Wat bedoel je daar dan precies mee? Wij zijn daar klaar voor. Wij als Microsoft. Zijn dat technische dingen die je er al ingebouwd hebt? Ja, dat is... Wat maakt het concreet? Onze visie. Gaat deze kant op. Ik al, maar onze invulling is vervolgens, een heel concreet voorbeeld. Ik heb net ook op het podium gezegd, we hebben op dit moment voor de Xbox-omgeving 15.000 servers live. Die dragen eigenlijk de Xbox Live-omgeving. Voor Xbox One hebben we aangekondigd, het staat bijna verstopt in het persbericht, 300.000 servers als achtergrond voor Xbox Live te gaan aanbieden. En die zijn nodig voor dit soort co-creatie. Die zijn nodig voor dit soort participatiemodellen. Okay. Wij zijn er technisch klaar voor. We hebben de visie dat het die kant op gaat. En je bent er op voorbereid. Blijf een keuze. En we zijn er technisch als platform op voorbereid. Maar je wilt ook voorbeelden straks natuurlijk. Van mensen die dat gaan doen. Spelen jullie daar een actieve rol in? Heb je daar ook programma's voor? Zeg maar? Ben je met makers bezig? Wat niet iedereen is zeg maar, even technisch onderlegd als jullie. Dus je moet eerst even zien wat er kan. Voordat je als creatief eigenlijk weer je hoofd op hol kan gaan. Dus wij doen die uitdaging inderdaad. We presenteren, we leggen uit, zoals net bijvoorbeeld. Ik heb Project Spark even laten zien. En dat is zo'n uitnodiging tot participatie in een speelomgeving. Verzin het nu maar zelf. Dit is de omgeving. Een beetje à la Minecraft, je kent het wel. Dat is nu dan de generatie, zeg maar. Ja. Dit is de omgeving. Bouw, verander, speel zelf, doe het online, doe samen, wat je wil. En er komen hele leuke creaties uit. En Project Spark neemt dat idee nog veel verder. Ja. Dat overbrugt weer een paar andere dimensies. En dat is wat we nu doen. Wij maken het zichtbaar wat het kan gaan brengen. Maar we willen vooral de dialoog. Het moet jouw creativiteit zijn. Ja, en ik heb in Las Vegas ook een paar jullie presentaties gezien. Ook op het gebied van second screen en de integratie tussen je apps en de Xbox. En dat werkt natuurlijk fantastisch. Ja. Maar we staan er maar aan het begin. Hè? We staan nu aan het begin. Dus je hebt je Xbox Smart Glass bijvoorbeeld. Smart Glass. Dat is een mooie technologie. Ja. En daar zie je nog inderdaad van, we proberen wat, we bewegen wat. Je kan dingen online bestellen, je kan wat extra informatie krijgen over een film. En wij denken na en we bieden de infrastructuur om dat allemaal stappen verder te brengen. Hey, hoe Microsoft heeft het, zeker in de publieke opinie en zeker onder de early adapters, het laatste jaren wat moeilijk. Een beetje het imago van het toch wat bedrijven dat het niet helemaal lukt om de Apples en de Googles van deze wereld bij te houden. Wat doen jullie concreet om die achterstand, in ieder geval op het gebied die ik beschrijf, in te lopen? Echt werken. En echt klanten omarmen. En echt klanten aansluiten inderdaad op onze systemen en software. Dus je hoort veel verhalen, maar wat wij publiceren zijn de echte cijfers van het succes van onze platform en onze technologie. Dus we zien wel degelijk een grote omarming inderdaad van nieuwe devices. Dit is een Windows Phone bijvoorbeeld. Ja. Nou, je ziet dat het langzaamaan opbouwt tot een marktacceptatie, tot een succes. Dus wij hebben daar inderdaad natuurlijk veel te bieden. We merken dat bijvoorbeeld onze cloud-omgeving met Windows Azure, dat is een enorm succes. Office 365 is een groot succes. Maar en bijvoorbeeld zo'n beslissing om zelf hardware te gaan maken, wat echt een koerswijziging was voor Microsoft. Dat is een nuance, dat hoor ik vaak. Maar kijk dan naar de Xbox. Ja, maar dat was dan ook de enige. Maar jullie hebben echt bewust besloten, die tablets gaan we zelf ontwikkelen. Ja. De telefoons gaan we zelf zorgen dat ze goed genoeg zijn om het Microsoft-stempel erop te plakken. Ja. Wat is de gedachte daarachter? Is dat alleen maar het voorbeeld van Apple? Of een serieuze business opzetten ter inspiratie van de sector. Ja, dus dat vind ik marketing jargon hoor. Nee, dat is feitelijk. Het is een serieuze... ik zit met name even te denken van wat ik hoor is eigenlijk wat je zegt van onze, volgens dus onze, mijn harde cijfers zijn eigenlijk anders dan de beeldvorming. Hè? Dat is wat je zegt. Als je ziet hoeveel van onze klanten, hoeveel consumenten, hoeveel bedrijven al de beweging hebben gemaakt naar de online diensten van Microsoft, kan ik niet zeggen dat we achterlopen. Als je zegt, maar hoeveel marktaandeel heb je dan op dit moment met de phone, hoeveel marktaandeel heb je dan met Bing? Dan zeg ik,
Ik denk dat we daar heel slim en heel goed voor staan, maar daar hebben we inderdaad nog veel werk te doen. En als je zegt van jullie bewegen nu de hardwaremarkt op, dan maak ik bezwaar en zeg ik, nou, we hebben heel veel ervaring en inzicht in de hardwaremarkt met de Xbox. En als je zegt, maar waarom doe je dan nu zo'n service device? Dan zeg ik, nou, dat is inderdaad om de markt van de OEM's, noemen we dat, de Original Equipment Manufacturers, iets te tonen wat het kan zijn, Windows 8, wat het kan betekenen. En ondertussen ook een serieuze business opbouwen. We zijn er echt serieus mee met die service devices. Ja. Maar het is ook bedoeld ter inspiratie. Wij geloven in de partnering nog steeds. Ik wil nog één vraag stellen over de Xbox. Of eigenlijk naar aanleiding van de Xbox. Het gesprek van de dag hier is dat Netflix naar Nederland komt. En dat dat impact gaat hebben, linksom of rechtsom, op de spelers die actief zijn op het video-on-demand gebeuren. Hoe kijkt Microsoft daar tegenaan? Ik weet dat jullie op de Xbox gewoon Netflix applicaties hebben draaien. Ja. Zeggen jullie, wij zijn een aggregatieplatform, dus in principe elke partij met een fatsoenlijk aanbod, HBO, Netflix, Hulu, Pathé, mag op ons platform iets bouwen? Nou, of... ik ben blij dat jij het zegt, want als ik dat had gezegd, had je mij weer marketing speak verweten, denk ik. Maar, ja, dat doe ik wel vaker hoor. Maar dat is het. Kijk, wat ik net of gaan jullie zelf ook echt doorduwen met je eigen VOD-aanbod? Op. Nou, wat we bieden, wat we hebben verteld, wat we hebben gepositioneerd, is dat wij het platform willen zijn voor dit soort content. Voor online, voor on-demand, voor interactief, et cetera. Wij willen het platform zijn. Dus inderdaad, partijen als Netflix zijn welkom. Wij zijn dan graag de gateway, noemen we dat, de brug of de ontsluiting naar de consument, naar de woonkamer. Daarnaast hebben we een aantal dingen die we zelf oppakken en zelf ook invullen. Er is ruimte in de markt, er is ruimte in de economie. Wat pak je dan zelf op dat gebied? Nou, wat ik vooral wilde toelichten, inderdaad, waar je terecht adresseert, de discussie inderdaad op de beurs is Netflix komt eraan, Netflix komt eraan. Maar ik denk dan, wat gaan wij doen als Nederland? Alleen reageren van, oh jee, Netflix komt eraan, dat is niet goed. Wat zouden we moeten doen? Nou, ik hoop inderdaad dat we de staatssecretaris een brief sturen na vandaag en zeggen, sorry, misschien hebben we u verkeerd begrepen. Maar kwantiteit, kwaliteit gaat prima samen. Ja. En we hebben de ambitie als Nederland om media, de breedte van media, televisie, entertainment, alle sectoren, om media, de creatieve industrie van Nederland, op de kaart te zetten. Jij zegt eigenlijk, zeg je eigenlijk van in een tijd van overvloed, hè, dat is de tijd waar we hebben, door ervoor te kiezen om maar een nog kleiner partje van het geheel te pakken, is eigenlijk een hele slechte keuze. Ja, dat is heel dom. Ja. Je moet je posities claimen. Ja. En kijk, als het nou nodig was, zou ik zeggen, ja, goh, hè, we hebben geen andere keus. Hij zegt waarschijnlijk dat financieel, wat hij waarschijnlijk bedoelt, is financieel. Ja, maar dan snap ik. Maar dan nog, als ik zie dat de dynamiek bijvoorbeeld, hè, van animatiefilms, we zijn in Nederland zijn we leuk bezig met animatiefilms. Als je kijkt naar animatiefilms, als je daar images voor wil renderen of een speelfilm wil renderen, is rekenintensief, kost veel tijd, kost veel energie. Er is een partner, ik weet toevallig uit mijn hoofd alleen een Amerikaans voorbeeld, maar ik hoop ze binnenkort ook Nederlands te hebben. Er is een Amerikaanse partner, die heeft een film gerenderd met 1,2 miljoen images. Dat zouden ze normaal gesproken offline in het eigen datacenter doen, zouden ze er, ik meen uit mijn hoofd, 4 of 5 maanden over doen om dat te renderen. Ze hebben het nu in de cloud gerenderd en ze doen er 5 dagen over om dat te doen. Nou, en dat is de impact van nieuwe platformen, van nieuwe technologie, waardoor ik stel dat er geen zero sum, heet het dan, is tussen kwaliteit en kwantiteit. Ja. En dat moeten we als Nederland benutten. Moeten we dat omarmen? Ja. We moeten er oppakken. En als je zeggen, kijkt, van, oh, Netflix komt eraan. Nee, als je nou kijkt van we moeten als, wat doen we als Nederland, maar we doen natuurlijk al heel veel. Kijk, we hebben in Nederland, Pathé heeft het initiatief genomen met Pathé Thuis. We hebben RTL XL heeft het helemaal vernieuwd. SBS is met Kijk begonnen. We hebben alle kabelaars. Voice Kids, zie je beneden, een prachtig voorbeeld. Ja, alle kabelaars hebben een relatief volwaardig VOD-aanbod. Dus de suggestie dat er niet zoveel gebeurt, is natuurlijk ook niet helemaal juist. Nee, dat suggereer ik ook niet, hoop ik. Maar waar jou ook terecht over begon is inderdaad, is dat je vaak opmerkingen hoort hier van, goh, Netflix komt eraan. En het gesprek van de dag. Eigenlijk. Ja, en dan denk ik van ja, maar ik maak liever zeg maar ruimte voor een tegenbeweging, een aanvullende, complementaire, om trots te zijn op wat er al gebeurt en te benutten wat er nog meer kan. Want ik denk dat die ruimte er is. Ja. En wat hoop jij vandaag hier nog op te pikken, op dit congres? Nou, dat is een beetje een flauw antwoord dat ik nu moet geven. Ik moet zo weg. Ja. Maar ik heb al iets opgepikt inderdaad. En dat is eigenlijk... Ik doe niet zo heel veel in de mediasector. Ik zit meer inderdaad in de publieke sector, ik zit in de healthcare, ik zit in de finance sector. In de ICT-technologie hoort staat eronder. Maar de mediasector was voor mij de afgelopen weken ook een openbaring. En ik ga hier vaker zijn. Dit is echt een sector waar heel veel van de ICT-technologie bij elkaar komt. Ja. En daar moeten we echt scherp op zijn en meer mee doen nog dan we nu doen.
Oké, dankjewel. Graag gedaan.